Reken jij op een eigen huis de komende 10 jaar? Als ik een vriendin heb wel, denk ik. De woningnood is erger dan ooit. Liggen studenten daar wakker van? Rekenen zij op een eigen stekkie? Ik denk dat dat wel moet lukken, maar kan wel lastig worden. Eerst maar een vaste baan, anders kan je geen hypotheek. Over een jaartje of 10 ook wel een eigen huis te hebben, ja. 10 jaar zou ik ambitieus vinden, want ik wil in Amsterdam wonen. Hoe ga je dat doen? Hard werken, sparen. Hoe ziet dat eruit? Nou, ergens in Spakenburg. Een mooi huisje. Nou ja, dat wordt nog even zoeken. Wat zou je het liefste willen? Ik denk gewoon ook wel een rijtjeshuis voor mezelf. Misschien met een paar vrienden. En maak je er wel zorgen over? Ja, niet zozeer voor mezelf, wel heel erg voor anderen. Ja, ik denk er wel eens over na, maar zorgen nog niet, omdat het nog heel ver weg is. Dus alleen maar de rijken kunnen huizen hebben en meer geld verdienen. Nou ja, zorgen is een groot woord, maar... Ik ben wel realistisch. Nee, ik lig er niet echt wakker van. Het ligt nog wel heel ver weg. In hoeverre maak je je zorgen straks? Niet. Eigenlijk niet, nee. Wat voor huis hadden je ouders? 2 onder 1 kap woning. In Utrecht, centrum. Dus, is dat haalbaar voor jou? Nee. Nee. Nooit? Nou, met deze huizenprijzen niet, nee. En wat voor huis woonden je ouders? Op dit moment een losstaand huis, vrijstaand huis. Is dat haalbaar voor jou, denk je? Ik denk het niet. Wat zou je het liefste willen? Het allerliefste zou ik ergens in het centrum van Rotterdam willen wonen. In hoeverre denk je dat dat realistisch is? Bijna niet. Ik denk wel dat het huizen, maar op dit moment het wel heel lastig wordt. Wat is je plan B? Huren, inderdaad. Ja. Heel veel anders kan je er gewoon niet van maken. Misschien erfenis. Klinkt heel heftig.